staat in de derde vierde, dan moeten we gaan ja, verstappen. Ja, dat moet wel. Om te voorkomen dat uw handbagage in het vrachtruim moet worden beladen, vragen wij uw medewerking in het volgende. Plaatst u uitsluitend gelabelde handbagage in de bagagevakken. En accessoires, inclusief grotere elektronische apparatuur zoals laptops, kunt u plaatsen onder de stoel voor u. Dan op zo'n manier dat de uitgangen en gangpaden niet worden geblokkeerd. En zou u zo vriendelijk willen zijn wanneer u bij uw rij bent aangekomen, een stapje in de rij te zetten, zodat de passagiers achter u kunnen passeren. Dank u wel. 21 NEO. En ik heet u van harte welkom mede namens mijn collega in de cockpit. Collega's afvoerder vluggen. We zijn bijna klaar voor een historische vlucht, kan ik wel zeggen. Historisch voor Transavia, voor Air France KLM. De eerste vlucht met een Airbus A321neo. Waarmee we een nieuw tijdperk inluiden in de Transavia geschiedenis. Toestel met de nieuwe technieken is 15-20% zuiniger dan de voorganger. Dat betekent ook dat de CO2-uitstoot daarmee met hetzelfde getal nagebracht wordt. En daarbij ook voor de omgeving is de geluidsoverlast een stuk minder geworden met het toepassen van deze nieuwe techniek. Dus welkom om dit feest met ons te vieren. We zijn klaar voor vertrek. De verwachte vliegduur naar Pisa is 1 uur en 35 minuten. En tijdens de vlucht komen we heel graag bij u terug met wat vluchtinformatie. We wensen u een hele fijne vlucht. Ladies and gentlemen, a very good morning from the flight deck. My name is Slof, captain on this Transavia Airbus A321neo. Welcome on board, also on behalf of my colleague on the flight deck, Captain Vluggen. About ready for historical flight in the history of Transavia and Air France KLM. The first flight with the Airbus A321neo with the new technology. We reduce our carbon dioxide exhaust with 15-20% per passenger, and also the noise abatement footprint is a lot less. So we're ready for a very nice flight to Pisa. Calculated flight time 1 hour and 35 minutes, and during the flight we'll come back to you with some flight details. We wish you a very pleasant flight. Option miles will appear from the panel above you. Sit down immediately and pull one of the masks towards you. This will start the oxygen flow. Place the oxygen mask over your nose and mouth. Adjust the headband and the mask, please. Put on your own mask first before assisting children or others. The life vest is located under your seat. Only when instructed to do so, unfasten the life vest, slip your head through the opening, fasten the strap around your back, attach it to the clip in the front, and pull the strap.
at the doorway, inflate the life vest by pulling the red tag. The life vest can be re-inflated by blowing into the tube. In the event of an evacuation, follow the illuminated escape path to the nearest exits. The emergency exits are clearly marked and are located along each side of the cabin. Take a moment to locate the exit nearest to you. This may also be behind you. During the evacuation, all hand luggage shall be left behind in order to leave the aircraft as quickly as possible. Safety instruction card is located in the seat pocket. You're requested to review the content of this card, which includes the brace for impact position before takeoff. Ladies and gentlemen, thank you for your attention. On behalf of the entire crew, I wish you a pleasant flight. Take your seats. Thank you.
Amsterdam in de Zuidwesten richting vanaf de Kraakbaan. Daarna een bocht links afgemaakt om uit te klimmen richting België. Via Brussel, inmiddels hebben we Luxemburg al achter ons gelaten. We vinden ons over het grensgebied van Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. In de buurt van Basel, op een niveau van 37.000 voet. We vliegen op dit moment met een snelheid van zo'n 850 km per uur in de zuidoosten richting om ons de Alpen. En daarna zullen we Italië bereiken via Milaan om vervolgens koers te zetten richting Pisa. Waar we de daling zullen gaan inzetten over een goed kwartier vanaf nu. En we verwachten aan te komen om 5 minuten voor 8:30, betekent 5 minuten voor onze schema aankomsttijd. We hebben al het weer van Pisa binnengehaald, de temperatuur van zo'n 9 graden Celsius op dit moment, rooskwit. En het is op dit moment nog vrij onbewolkt, maar later vandaag wel regen verwacht. Kort voor de daling komen we nog even beter met de meest actuele landingsverwachting. Tot de tijd wordt ze weer laten vanaf. Ladies and gentlemen, captain from the flight deck, we departed Schiphol Airport 45 minutes ago. In a southwesterly direction, climbed out via Belgium and Luxembourg towards area where we are now in the area of Basel, with a cruising altitude of 37,000 feet. Flying speed at this moment is 850 kilometers an hour. We're heading in a southeasterly direction, approaching the Alps. We'll cross them from Zurich towards Milano, then after our course to Pisa. Expect to land at 25 minutes past 8, which means we'll be arriving 5 minutes prior to our scheduled arriving time. And the weather at this moment, the temperature of 9 degrees centigrade, few clouds, and a light northeasterly wind. Shortly before the descent, I'll correct you with actual landing forecast, and for now, wish you a very pleasant flight.
matige wind uit het oosten. En het is licht tot half bewolkt, maar het wordt ook de cockpit. Vanuit cockpit nemen we afscheid van u. Hopen dat u een hele mooie eerste hebbenslucht gehad heeft. Wij hebben er in ieder geval ook zeker van genoten. En we wensen u een fijn verblijf toe in Pisa. Tot ziens. This is Deppert from the flight deck, Captain. We are descending towards Pisa Airport, presently 15 kilometers north of the airport. Expect to land in a little more than 10 minutes from now at 20 minutes past 8, which means we'll be landing 10 minutes prior to our scheduled arriving time. Actual weather reports a temperature of 10 degrees centigrade, a few to scattered clouds, and a light to moderate easterly wind. From the flight deck, we say goodbye to now. Hope you enjoyed this first Airbus A321neo flight. We certainly did, and we wish you a very pleasant day in Pisa. Goodbye.
dames en heren, welkom op de luchthaven van Pisa. Ik verzoek u te blijven zitten met de stoel erin vast totdat de verlichting van het teken Riemen vast boven uw hoofd is uitgedaan. U mag nu ook weer de flight modus van uw mobiele telefoon afhalen. Ook er rekening mee dat bij het openen van de bagagepakken, nou, de bagage kan zijn verschoven en eruit kan vallen. Dan nemen we gezag voor de slof en zijn bemanningen hierbij afscheid van u. Wij hopen dat u een plezierige vlucht gehad heeft met ons en we zien u graag nog eens terug aan boord. Dank u wel en tot ziens. Ladies and gentlemen, welcome to the airport of Pisa. Please remain seated with your seatbelt fastened until the fasten seatbelt sign is switched off and the aircraft is coming to a complete stop. Now you may turn off the flight mode on your mobile phone again. Please be careful when opening the overhead luggage compartments as hand luggage could have moved and fall out. On behalf of the Captain Snoff and his crew, I wish you a safe onward journey. Thank you for flying Transavia and we look forward to seeing you board again soon.
Dat was de afscheid van de groep. We gaan ons voorbereiden op de daling en de landing. Ik hoop dat u een hele fijne vlucht gehad op deze bijzondere eerste vlucht van de Airbus 321. En we straks wel thuis. Ladies and gentlemen, from the flight deck is promised some route information. At Pisa we departed in a northerly direction. We made a left turn towards the northwest of Italy. Over the Mont Blanc, over Switzerland. After that over France. At this moment we're overflying Luxembourg and from here on over Belgium and finally Holland. Where we expect to land at 11:30 Dutch local time. Latest weather for the Netherlands. It's a little bit rainy. Low clouds, slight breeze of wind, and with visibility at a temperature of 7 degrees centigrade. Here from the flight deck, we're already going to say goodbye to you. We're going to prepare ourselves for the descent and, of course, the landing. Hope you had a very pleasant flight on this first memorable flight of the Airbus 321 of Lufthansa. For later on, I wish you a lovely stay in Holland or a safe home return.
Welkom op de luchthaven Schiphol. Ik verzoek u te blijven zitten met stoelriem vast totdat de verlichting van het teken riemenvast uit is. Maar u kunt nu wel de flight mode van uw telefoon weer uitschakelen. Houdt u er bij het openen van de bagagevak straks rekening mee dat handbagage uit kan vallen. En controleert u ook voor het uitstappen dat geen van uw eigendommen aan boord achterlaat. Wanneer de gezagvoerder en zijn bemanning hier daar afscheid van u bij, hoop dat u een plezierige vlucht heeft gehad. En wij wensen u wel thuis en graag nog eens. Tot ziens. Ladies and gentlemen, welcome to Amsterdam Airport. Please remain seated with your seatbelt fastened until the fastened seatbelt sign has been switched off. You may now switch off the flight mode on your mobile phone. Please pay attention when opening the overhead luggage bins as hand luggage may have shifted and fall out. On behalf of the entire crew, I wish you a safe onward journey. Thank you for flying Transavia. We look forward to see you board again soon. Cabin crew, this upslides.